Politieke partijen krijgen subsidie, giften en donaties. Daarvan betalen ze het partijbureau, wetenschappelijk onderzoek en ook campagnes en feestjes. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het duidelijk is van wie dat geld komt. Iedereen mag net zoveel geven als ze willen, graag. Maar tegelijkertijd moeten politieke partijen transparant zijn en openheid geven over waar dat geld vandaan komt. Alle politieke partijen moeten straks giften vanaf 1000 euro registreren. De donateur is bekend bij het ministerie, maar niet bij het publiek. Bij giften vanaf 4.500 euro moet de partij de naam van de gullegever bekendmaken. Het financiële verslag is openbaar, zodat iedereen kan zien van wie de partijen geld hebben gekregen. Volgens Hero Brinkman is de wet alleen maar bedoeld om de PVV te pesten. Het is puur om ons wat dat betreft de nek om te draaien, zou ik bijna zeggen. Puur om onze financiële stroom, die paar eurotjes die we binnenkrijgen af en toe, om die nog van ons weg te nemen. U zegt dat nou, die paar euro die we binnenkrijgen, maar dat weet dus niemand. Hè? Niemand weet wie de financiers zijn van de PVV. Nee, en dat willen we ook graag zo laten. De regeringspartijen ontkennen dat ze hun gedoogpartner willen dwarszitten. Het gaat mij niet om welke partij dan ook. Ik wil niks om de PVV of de PvdA of de SP of wie dan ook te pesten. Wij kiezen voor transparantie. De PvdA is het daarmee eens en vindt dat de wet eigenlijk nog strenger zou moeten zijn. Niet om de PVV te pesten, maar om te voorkomen dat we ooit een bananenrepubliek worden. Over de details is nog discussie, maar de nieuwe wet heeft genoeg steun in de Tweede Kamer.